Hallo Henk. Hi Willem. Het is van jou bekend dat je heel veel doet voor goede doelen. Vandaag ben je in Tilburg. Vertel. Nou, hij was er toevallig bij. Dat we hier toevallig langslopen. En dan zegt hij van Henk, ik wil ook graag meedoen. Wij gaan vanmiddag duiken, hè, met z'n tweeën. Nee, ik kon niet duiken. Ja, dus niet duiken? Oké. Hallo, laat me steek. Ik wil duiken. Maar jij gaat duiken voor het goede doel. Leuke mensen zijn er hier, hè. Ja, prachtig. Ja, voor het goede doel, ja. Het wordt weer gezellig. Ik heb al 5 jaar niet meer gezwommen, geloof ik. Maar je kunt wel zwemmen. Ik hoop het. Ik weet het. Het is lang geleden. Was er niet zoiets van zo, de armen zijwaarts en dan naar achteren? Ken je de stichting? Ik heb ervan gehoord sinds ze mij gevraagd hebben om mee te willen doen. Nou, doe je regelmatig wat voor goede doelen. Je bent net terug van Vlieland en ook daar heb je iets gedaan voor een goed doel. Ja, dat was helemaal te gek. Ik bedoel, we hebben daar in het Ommetje, zo heet dat. Dat is een specifieke club. Daar kom je niet zomaar binnen. Daar word je geïntroduceerd. En ik ben door een eilander geïntroduceerd als zijnde van, nou Henk, maak eens kennis met de ludieke personen. De kunstenaars en de schrijvers en de gedichtenmannen en de van Vlieland. En we zitten daar aan de tafel, bordeltje erbij. En god Henk, waarom treed je hier nooit op? Ik zeg, nou, dan doen we dat toch. En we hadden iets nodig om het aan op te hangen. En opeens dacht ik bij mezelf, verrek, we kunnen hier wel eens wat doen voor de klinieklowns. Lijkt me best leuk. Ik zei, jongen, we gaan een concert organiseren. Een Benevliet-concert. Vlieland, Benevliet. We gaan een Benevliet-concert organiseren. Iedereen was er gelijk voor. De hele bedrijfsleven deed mee. Waren op een gegeven moment 1000 medewerkers. 1000 medewerkers. Het was helemaal te gek. Ja, helemaal te gek. Robert de Brink bood gelijk aan om het te presenteren. Monique van der Ven die kwam met een leuke check. Ik mag niet zeggen hoeveel, maar het was hartstikke leuk. En de bevolking heeft samen met iedereen hebben ze een bedrag bijeengebracht voor de klinieklowns. Van, ik meen op dat moment 15.000 euro. Maar toen was de consumptie, die 10% die er nog bij kwam. En het vaatje haring, wat moest worden verloten, nog niet bij. We schatten zo rond de 17.000, 18.000 euro bijeengebracht voor de klinieklowns. Dus